gast, dit serieus eng lijkt mij als je daar zit, of niet? En dan loslaat, zei je? Ja. Gewoon loslaten. Zijn je af en nu? 3, 2, 1, go! Yo, wat jongens, een hele goede morgen. Jongens en meisjes moet ik zeggen. Ik vergeet het nog steeds heel vaak. En dat heb ik nu ook al 6 keer gezegd dat ik het elke keer vergeet en dat ik maar aan zou gaan houden. Maar nee, ik vergeet het nog steeds. Maar ik ben vandaag bij Jesse in Roermond. En Jesse heeft 1 dikke BMW. Ja, zoals je hoort. Het is een diesel. Het is nou niet de aller luidruchtigste BMW. Maar hij ziet er wel goed uit. Dankjewel. Dat was vooral al zulke soort dingen vind ik altijd heel mooi. Van die velgen met racestrepen erop. Maar goed, wij stappen nu lekker in de auto toe. Want wij gaan naar Duitsland toe. Want in Duitsland is een heel groot trampolinepark. En die gaan we bezoeken. Ja, en dan gaan we daar gewoon eten en zo. Ja. Eten, ja, eigenlijk voor de rest niks doen. Het is nu 10 voor 11. We zouden eigenlijk om 9 uur opstaan om 10 uur in de auto te zitten. Maar deze kerel heeft gewoon een uur lang zijn wekker lopen snoezen. Dus gewoon een uur lang ging elke minuut zijn wekker af uit slapen. Maar dat heb jij dus ook gehoord. En jij stond ook niet op. Gast, ik was wakker. Ik heb 7 keer tegen gezegd, sta op, sta op, sta op. Ja, ja, ik ben wakker. Viel hij weer in slaap. Toen ben ik uiteindelijk weer gewoon verder gaan proberen te slapen met mijn vingers in mijn oren, zodat ik jouw wekker niet zou horen. Het is gewoon knap. Ik irriteerde me gewoon al zwaar hard aan jouw wekker, terwijl die naast jouw oor lag. Ja, ik doe dat ding echt. Ik slaap er nog gewoon van. Het is echt van... Ja, dat merk ik, ja. En we lopen nu binnen en holy shit, wat is dit groot. Ik heb het gevoel alsof ik in een Amerikaans trampolinepark ben. Dit is echt de helft van het park, hè? Dit is de helft van het park. Nog zo'n zaal, zeg maar, aan de andere kant. Wat is Nederland kut? Ja, ik weet het. Dit is gewoon echt een heel ander level weer. Ja, maar je hebt hier ook echt zo'n dingen die ik normaal nooit in andere parken heb gezien. We lopen even het park in en wat je als eerst ziet is eigenlijk een beetje het standaard ninja parcours. Dit heb je in heel veel parken. Ja. Dit zou trouwens echt niet mogen in Nederland. Gewoon houten platen overal, houten dingen. In Nederland zou dit park echt een 4 jaar afgeschaft zo zijn. Ja, in Duitsland mag alles nog. In Nederland ligt alles onder vuur en alles gaat fout. Je mag hier niet filmen als het park open is. Als er kinderen zijn. Nee, want hier in Duitsland is het heel streng met kinderen die, of mensen die op film komen wat je niet, waar je geen toestemming van hebt. Schaat. Ja, hier heb je dus best wel een standaard ding. En als we dan even hierheen lopen, dan hebben we hier nog een heel ninja parcours. Battle beam-achtige dingen. Wat ik dus wil gaan doen, is kork op een battle beam. Hoe kork ik daarop? Daarop, you. Ik kan even een challenge doen, allebei op dat ding. En dan wil je het langste op van blijven staan. Draait die? Ja. Oh nee. Oh god. Ik had echt dikke stress. Holy shit, dit is leuk. Ja. Ja! Backflip erop! Heb je dat gedaan? Nee? Wie gaat als eerste backflip op het Rijn ding doen? Ja, ik wil wel doen. Ja? Ik ga gewoon proberen. Je gaat gewoon gelijk als eerste? Ja. Oké. Okay. Maar ik ga hem andersom doen, dan kan je het zien. Na een tijdje kunnen je benen gewoon niet meer bijblijven. Als je begint, dan kun je niet meer stoppen. Je had hem wel! Ik deed hem wel! Holy shit! Het valt best wel mee. Het ziet er op zich wel doable uit zodra hij stilstaat. Ja. Oh, nee. Goed kapot. Oh, daar gaat hij. Nee. Yep. Dit is serieus echt eng, ja. I know. Maar als je helemaal stilstaat, dan moet je gaan. Ik blijf gewoon niet in evenwicht. Dit ding draait echt goed. Wanneer je een backflip kunt, maar je kunt niet blijven staan. Ja, maar echt. Fuck it. Hey! Ik haalde mijn backflip bijna niet. Ja, bijna. Maar het is wel te doen. Ja, dat is zeker te doen. Ik wil hem landen helemaal. Ons de beurt. Wie hem als eerst landt, die wint. Krijg een koekje. Krijg een koekje. Ja, 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 blijf. Ja! Ja! Yes! Okay, je hebt één poging. Ik zie Boas zo slecht, dus doe ik hem gewoon nog een keer. Oh. Ja, oh. Holy shit, maar dat was gewoon 2 keer. Ik heb een veel beter idee eigenlijk.
Wow! Oh! Wat? Dat kan ook. Oh. Ja. Nope. Oh! No! Dat was wel close. Het is juist gelukt, hè. One. Backflip. Oh! What? Dat ging beter dan verwacht. Ja, serieus. Dat was echt best wel goed. One. Two. Back. Oh! I got it! I got it! Eindelijk met z'n tweeën en dan lukt het. En zoals jullie weten heb ik de laatste tijd standing fools, dus standing schroef, op de vloer geoefend. En dat ik hem eigenlijk graag op een balk wil doen. Ik heb hem op muurtje bij Jump Excel gedaan. Maar hier heb je een hele mooie battle beam waar ik hem eigenlijk op wil doen. Wil je daar een full doen? Ja. Oh shit. En uiteindelijk ooit daar. Oeh, dat was echt... Maar kijk. Ja, die zou je wel halen daar. Ja? Dat is wel... Gewoon een skitter committen doen? Ja, je kunt hem ook dan. Is goed. Ja? In de naam van skitter committa. Fuck! Oh, oh shit. Bijna geland. Oh mijn god, dude. Dat is echt. Ah! Nu jij. Ja, ik heb hem ook twee keer in totaal daar gedaan. Dus jij mag hem ook twee keer oefenen. Kijk hoor. Ja, dit was perfect. Die was wel, zeg maar, underrotated. Ja, maar hij was wel perfect op één lijn. Dus voor de rest, als je valt, maakt het allemaal niet zoveel uit. True. Als je er maar niet, zeg maar, met je zij op landt. Ik denk dat ik er wel gewoon goed kan landen. Oké, nog één try. Als je weer goed gaat, ga ik ook skip committen. Ja? Ja. Ja, perfect ja? Weer. Perfect. Skitterkemetta. Lekker, jongen. Skitterkemetta. Hij gaat gewoon één keer. Ja, oh, oh. Nee! Oh, hetzelfde als ik. Bijna geland. Ons de beurt, die moet eerst land. Ja, we hebben hem, kom op. Shirt uit, dat werkt altijd beter. Goed idee. Hoek uit werkt nog beter. Ja. Oeh, shit. Oeh, so close. Ja. Ik heb even weer wat aandoen voor als er mensen binnenkomen, of? Nee. En de weg power. Oké, jij is de tweede try. Nee, nee, ja, oh! Lekker gek! Die was echt lekker, man! Holy! Oké, okay. Ik moet hem dan doen ook. Kom op, Boas! Nee! Oh, zo close! Ik weet het, ik weet het. Jouw shirt aan? Ja. Oh, die was echt nog bijna een mes ook! Oh, oké. Okay. Die is bijna dood. Eetjes rust, zo meteen probeer ik hem ook. Je hebt hem, je hebt hem. Dan val ik zelfs er bijna af. Gedaan? Ja. Echt? Ik zei het helemaal niet. Doe ik hem nog een keer voor je. Karim. En ik heb hem ook gedaan. Het heeft ietsjes meer draai gekost. Een stuk of 5, 6, 7. Ik heb wel gedaan. Lekker jongen. Heel sick dat we dit hebben geprobeerd. En moet je nagaan, we hebben nu alleen deze twee dingen van een park wat zeg maar fucking groot is gedaan. Ik ben normaal echt gewoon... Normaal zou ik echt te bang zijn om gewoon een backflip hierop te proberen. Dan kost dat gewoon 5 minuten echt voorbereiden. Nu heb ik het gewoon gedaan. Maar dat is echt, zodra je met nieuwe mensen traint, ga je opeens hele andere dingen trainen. Net zoals met Tim laat. Ja, we moeten vaker samen trainen. Het enige kut is dat hij helemaal in Roermond woont. Ja, maar fuck, ga daar nou weer van. We hebben allebei een auto, dus... Nou, ik heb geen auto. En ik loop nog eventjes door dit deel van het park heen. En je hebt hier nog 3 trampolines zitten met gewoon een foampit erbij. En een balk ertussen, geen idee waarom. Maar ja, dat is op zich heel speciaal, dat hebben we overal. Wel heb je hier dus deze glijbaan met een soort van schans de foampit in. Heb jij deze wel eens gedaan, Jesse? Ja. Doet die niet heel veel pijn? Nee, jij gaat ook met zo'n matje bij deze. Oh, je gaat met een matje? Ja, die. Oké, let's go. Ja, waar ben je? Dat was. Het is zo hoog, ik zie je bijna niet. Kun je me zien? Hé, daar ben je, ja. Gast, dit is serieus eng lijkt mij als je daar zit, of niet? Echt heel vet. Maar blijf je gewoon op dat matje zitten, glij je er niet vanaf? Nee. Oké, okay, nou, ga maar. Je gaat zo hangen. Nou, je matje onder je. En dan... Wat? Oké, okay, nou, 3, 2, 1. Holy shit, dit is sick! Ik denk serieus dat ik dit echt heel eng ga vinden als ik er boven hang. Je bent ook dat matje ongeveer kwijt in de bak. Oh ja, was ik helemaal vergeten. Oh. Oké, okay, dit hang je er overheen. Daar ga je op zitten, zeg maar. Ga je op zitten. Dan ga je daaraan hangen. Is het echt zo daarvoor gemaakt? Geen idee, maar dat vertelt het me hier. Een beetje eng. Kom op, Boas. Gast, dit is serieus echt een beetje ballen groeien. Maar je rug zit nergens op. Nee, hoeft ook niet. Ik ben serieus oprecht heel bang. Fuck it. Kom op. Ah. Je kunt het, anders ga ik je duwen. Eerst en dan loslaten, zei je? Ja. Gewoon loslaten. Tel je af alsjeblieft. 3, 2, 1, go! Leuk. Oh, shit. Leuk. Sick.
Leuk geluidje. Doe je landen. Wat dan? Eh? Ben je denk een backflip eruit als je landt? Dat hebben we geprobeerd, maar ons lukt het allemaal niet. Jesse gaat nog een keer. Ik ga het nu filmen met mijn eigen telefoon. Hoe wil je je aan vasthouden dan? Ja, dat is met mijn mond of zo. Voor de mensen die zich afvragen waarom we dit niet in Nederland hebben. Dit mag in Nederland gewoon echt niet. Dit is veel te gevaarlijk. Dat is veel cooler. En Duitsland maakt het allemaal geen reet uit. Weet je, als iemand doodgaat, boeien. Ze denken scheisse. Scheisse? Ja, scheisse. Ah! Holy shit! Oh my god! In this park. Ah! Oh! Hoe de fuck lig ik onder mijn matje? Oké, dat was leuk. Op naar de volgende plek. Jij komt hier vaker, dus voor jou... Deze binnenkort standing full. Ja, dat is grappig. Durf je backflip op? Denk het wel. Steenpuurschaar? Dan hoeft het gewoon helemaal niet te doen. Oké. Okay. 1 out of 1 of... Ja, 1. Steenpuurschaar. Steenpuurschaar. Ja, hij was netjes, shit, man. Dat was echt eng. Hij was serieus wel goed. En ze hebben hier dus ook een heel groot ninja parcours. Maar die gaan Jesse en ik helemaal tegen elkaar afleggen. Maar dat is een andere video omdat het zo lang duurt. Omdat dit denk ik een van de grootste van Europa is. Maar je hebt hier wel een paar leuke dingetjes en daar gaan we nu het zoals. Het mooiste deel van de parkour area, voor het ninja parcours. Dat je zeg maar deed op die trampolines en tussen de blokken kan springen en zo. Maar nu lijkt mij wel een leuke challenge om het een keer zonder de trampolines te doen. Oeh. Dus wat je moet doen, je begint op dat blok en je einde, ik weet niet of dat mogelijk is, ik denk het wel, op deze, zonder de trampoline op de grond aan te raken, dus alleen maar vierde blokken. Het zijn allemaal best wel flinke sprongetjes. Deze wordt moeilijk. En dan moet je vanaf daarboven, vanaf het puntje inderdaad. Oeh, dit is best wel ver hoor. Ja, lekker. Dit is ook sketchy. Ah, en dit ding draait natuurlijk ook nog eens. Dit is serieus best wel lastig. Nee! Oh! Dat ding begon in één keer te draaien. Ja, gek jongen. Dit ding, dat zie je toch dat het draait. Ik wist niet dat hij zo snel ging. Oh, dit is inderdaad oprecht wel ver. Ja. Kijk eens. Kijk hoor. Oh, jij bent echt dom. Huh? Ik kan gewoon hier op de cirkel. Ja! 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 Dat vind ik vals spelen. Ik nam serieus bijna jouw route omdat ik dacht van dat moet er terug van, oh wacht, je kan er ook gewoon langs. Nu heb ik nog één challenge. Deze hoor je eigenlijk overal zo overheen te gaan. We gaan er zo doorheen. Oh. Je moet over elk obstakel heen. Dus over de balk, over zo'n rondje, over dat ding. Overheen. Hoe kom je van hier naar de balk? Dat is jouw probleem. En je begint in 3, 2, 1. Oh. Je had hem wel. Oh, je kan gelijk naar zo'n ding springen, ja. Oh. Dat is best wel sketchy. Ja. Oh, dat was serieus snel. Wat? Ik heb niet geteld, maar het was echt snel. Oh. Die eerste was wel echt sketchy. Dat was echt sketchy. Doe ik echt pijn. 3, 2, 1, go. Maar hij springt er gewoon naartoe, die aap. Iets te snel. Nice. Ik denk serieus dat jij alsnog sneller was. Ja, dat je 3 jaar geleden. De rest was wel sick. Dat was leuk. Ik vind het een leuke challenge. Jij bent best wel goed in dubbel backflips, toch? Ja. Oké, dan heb ik een challenge voor jou. Easy. Dubbel backflip. Oh, ik dacht je op deze tram. Nee, dat dacht ik al dat je dat ging denken, maar dat dacht ik. Netjes gek. Die afzet was echt kut. Oh, en weer even frisse lucht. Lekker. Zo'n park is heel leuk, maar frisse lucht is daarna wel weer lekker. En ook zo'n frisse Beamer. En we zitten lekker in de auto in Duitsland. De wegen zijn niet super goed. Maar je kan hier wel onbeperkt hard rijden. Ja, 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 ja. Dus daar is Jess ook goed gebruik van aan het maken. 180 op de teller, linkerbaan. Heel mooi uitzicht. En heel mooi uitzicht, lekker zonsondergang. Hier kan ik wel aan wennen. Ik ook. En voor de zesde dag op rij ga ik sushi eten. Ik stond 2 dagen geleden voor hetzelfde restaurant, want toen kwam ik met Lars vanuit België. En toen waren we langs Roermond gereden om te gaan eten. Toen was dit restaurant vol, omdat Ja, toen dacht Boas, laat ik eens lekker in Roermond sushi gaan eten zonder Jesse. Ja, eigenlijk wel. Dus vandaag ben ik terug
En gaan we samen sushi eten. We hebben lekker gegeten, maar dat kan ook niet echt heel veel anders met sushi. Vandaar dat ik al 6 dagen achter elkaar sushi aan het eten ben. Ik ben morgen nog steeds bij Jesse, want ik blijf hier vannacht ook gewoon weer slapen. We willen morgen misschien nog even naar België rijden om weer wat verlaten gebouwen te doen. Want zoals jullie weten heb ik een hele kaart vol met verlaten gebouwen. En 20 minuten hier vandaan is ongeveer een straat die helemaal verlaten is. Dus ik wil daar morgen graag eigenlijk heen. En ik denk dat jij dat ook wel leuk vindt. Oké. Ik ben nog steeds deze kerel is serieus. We hebben net onbeperkt sushi gegeten. Hij heeft net deze ongeveer helemaal leeg gegeten. En dan zit hij daar weer crackers te eten. Hoe kan je zoveel eten op een dag? Verbondig. Maar goed, vond je deze video leuk? Doe een duim omhoog. Vond je het niet leuk? Kakje leuk. Subscribe even. En dan zie ik je de volgende keer weer bij de volgende video. En ik zeg het volgende keer, maar eigenlijk is het gewoon morgen om 2 uur. Dus ik zie je morgen om 2 uur. Doei. Waar is Boas?